Hallo mensen van Syndicate Mafia. Het is echt gewoon. De site wordt gewoon steeds actiever en steeds gezelliger. We gaan gewoon echt altijd gewoon knallen met die ballen. Echt. Er wordt gewoon flink gejat. Iedereen wil gewoon centjes hebben. Het is gewoon een drama queen. Het is gewoon. Geld bingo. Bingo van geld. Het is. De site is gewoon actiever en actiever. Dus dan zal er ook meer activiteit van de crew moeten worden. Dus veel meer verwacht. Veel leuke acties moeten er komen. Dus gewoon, Spelmaster heeft gewoon echt gewoon verdiend voor zijn inzet, dat hij voor zijn game uitvoert. Heeft gewoon echt een hele coole site gemaakt. Heeft gewoon een hele goede achterkant met auto's, een soort eigen creatie. Heeft gewoon een heel mooi auto, heeft een soort, zeg maar, bovenin, zeg maar, heeft hij een auto met twee gangsters. Die zo, een met Uzi en met een soort, ik weet niet wat voor wapen, het is gewoon een, ja, zo'n machinegeweer, laat ik het zo even. Ze schieten op allerlei auto's en mensen. Ze worden achterna gezet door een blauwe auto en een helikopter. Je ziet aan de achterkant zie je bergen en je ziet dan een stad achter zich met hele hoge gebouwen. Echt, het is niet te geloven. En de prijzen worden gewoon, die worden de laatste week bekend. In principe, ja, dus dat is ook veel prettiger als je in de laatste week bekend wordt gemaakt. En je kunt ook op deze site lekkere wijfies oppikken op straat, lekkere wijfies proberen te ontkrijgen bij Red Light District. Lekkere vrouwtjes. Ja, als je niet genoeg vrouwen hebt, dan moet je die gewoon via Red Light District gaan halen. Ja, vrouwen zijn gewoon heel erg belangrijk, schijnt het. Want dan kun je kindjes maken, kunnen ze ook allemaal crimineel worden. En misschien kan zelfs een kind van 3 dit al gaan spelen. Dan zit je zo, ja, een kind van 3, die staat vandaag eerst en dan, en dan staat er een persoon van meer dan 60 jaar of zo. Want, ja, best oud. Dus dan van 30 jaar, een heel hoog leeftijd. En dan zie je een kind van 3 op de eerste plek. Dan denk je, ja, dat is gewoon echt ongelooflijk. Ik gewoon, zeg maar, heel erg ouder dan een kind van 3. En dan wil ik gewoon, zeg maar, geoond in die kind van 3, ja. Daarom is het gewoon echt heel belangrijk dat je ook je kinderen ziet opgroeien tot een echte held. Want zij moeten de toekomst proberen te verbeteren, kinderen. En je moet gewoon altijd gezelligheid blijven houden, gewoon altijd actief proberen te blijven. Het is gewoon een game waarbij je alles moet laten zien wat je kunt laten zien. Maar vergeet niet, als je je best doet, dan heb je voor mij al, zeg maar, al gewonnen, zeg maar, in principe. Want als je je best niet doet, dan ja, als je niet goed genoeg je best doet, dan ja, is het je eigen probleem, zou ik zeggen. Nou, we gaan weer een toffe week van maken. Veel
Ik moet ook een leuke tof cruise stelen van 7 tot van 7 uur 's avonds tot 8 uur 's avonds. En dan hebben we gewoon echt gewoon weer het leuk tof bedragen. En dan ook nog wat toffe acties, raadsels, quizzen, noem maar op, euro's delen, lekkere keertjes maken, echt. Dat gaan we gewoon lekker doordoen. Weet je wat ik belangrijk vind? Dat ze allemaal een lekkere, toffe gezelligheid zouden maken. Gewoon waar iedereen zichzelf kan blijven. Dat er gewoon ook nog wel gewoon regels volgen, maar gewoon iedereen zichzelf blijft. En ik hoop ook gewoon heel weinig reclame zien. Want wat ik nog even wil zeggen, dat ze een reclame. Maker hebben, zeg maar. Die heet jnoen.nl. Die heeft op meerdere sites, meerdere maffia sites reclame gemaakt om zijn eigen site te kunnen promoten. Misschien heeft hij een aantal leden kunnen lokken, maar die zullen waarschijnlijk ook snel weer weggaan. Misschien. Dat weet ik ook niet, weet ik niet. Maar die mensen moeten gewoon nog bestraft worden, vind ik. Maar ik denk niet dat mijn maffia erachteraan loopt. Mijn maffia gaat er dan niet achteraan waarschijnlijk. Omdat ze er geen ene lulkeek aan vast gaan knopen. Dus, ja, mijn maffia doet ook gewoon altijd zijn best om het zo leuk mogelijk te maken. Proberen wel een beetje hun eigen idee te vormen, maar ze kijken niet zo goed naar het idee van een ander. Tot ziens, Syndicate Mafia kijkers. En tot de volgende keer.